Na weken mogen we met z'n allen weer de kapperstoelen in en ik dacht, het wordt voor mij ook wel eens tijd. In de tussentijd heeft mijn vriendin me wel geknipt en ik ben benieuwd hoe blij ze hier bij de Zwarte Raaf weer zijn om aan de slag te gaan. Ik sta hier met Junior en volgens mij heb jij er wel zin in, hè? Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, het is veel te lang zonder geknipt te hebben überhaupt. Ik heb nog nooit zo lang niet geknipt, dus ja, we hebben er zin in. En ik ben de eerste? Jij bent de eerste na 9 weken ongeveer niet knippen, dus ook voor jou succes. Nee, maar ik heb er ontzettend veel zin in en we gaan weer bezig en dat voelt zo goed. Dus ja. Als je heel eerlijk bent, wat vind je ervan? Ik vind het niet verkeerd. Wat ik op straat heb gezien, nou, ik schrok daar wel eens van. Ik heb ook heel veel mensen gezien die wel gewoon geknipt zijn door een kapper. Dus dat vind ik dan minder dan dat je vriendinnen knipt. Maar dit is goed gelukt, man. Dit is, hier kan ik wel mee. Maar wat zijn de dingen die je het meest ziet op straat? Mensen met een heel harde rand gewoon, die dan zijn opgeschoren, weet je wel. En dan alleen zo, lijkt wel een soort van palmboom effect of een ananas, weet je wel. Dat idee. Wat voor dingen veranderen er nu voor jullie, nu jullie weer open zijn? Ja, als het gebeurt, dan zie je ook, weet je, wat kan, wat niet kan. Ik zat mijn spullen daar neer te zetten en toen dacht ik, oh ja, ik heb zo'n kwast, maar dat kan ik niet gebruiken. Want ik gebruik dezelfde kwast bij iedereen en dat kan dan niet. Oh ja. Dus dan moet je dan met de föhn doen of andere manieren voor verzinnen. Wat zijn dingen waarvan je zelf hebt gezegd van dit doe ik wel, dit doe ik niet? Persoonlijk, ik gebruik alle bescherming of wat ik kan gebruiken. Ja. Ik vind het nu, aangezien de eerste versoepeling is van alles, vind ik alles nog wel redelijk spannend. Ik mis het knippen wel zo dat ik hier wil staan en wel gewoon wil knippen. Maar ik ben wel heel voorzichtig wat ik doe. En natuurlijk voor de klanten. En wat vraag je van de mensen die langskomen dan? Nou ja, voor de maatregelen die we hier hebben genomen, hebben we alles gemarkeerd. Dus als je bij binnenkomst moet je handen desinfecteren. Dus je moet hier wachten. Als je aan de beurt bent, dan wordt er gezegd, dan kan je jas hangen, stoel wordt voor je schoongemaakt. En dan gaan we knippen pas. Maar ja, normaal gesproken staan we hier met 6 man. Nu hebben we maar 4 stoelen. En over 4 zaken 11 man verdeeld. Om zo aan het werk te kunnen. En doen jullie ook die deurcheck en bijvoorbeeld dingen die mensen thuis al van tevoren voor moeten bereiden? Wij zijn verplicht om inderdaad even te vragen hoe iemand zich voelt of last van iets heeft of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld het haar wassen, dat soort dingen, omdat we dat allemaal niet kunnen doen. Willen we wel zeker weten dat mensen wel gezond zijn. Dat doen wij ook. Als een van ons ziek is of wat dan ook is, ja, dan moet gewoon thuis blijven. Ja. Dus dat vragen we ook van klanten. Ik zie maar sommige klanten van mij veel meer dan wat ik mijn beste vrienden zie. Ja. Omdat die gewoon om de 3-2 weken komen ze wel even langs. En sommige vrienden van mij zie ik maanden niet. Dus dat is heel gek. Daar krijg je ook een band mee. En dan mis je ze bijna. Ja, oprecht. Ik krijg gewoon heel veel klanten en heb je. Vorige week van, ik zie jou volgende week, man. Ik echt heel enthousiast en daar krijg je energie van. Wat ik wel heel erg van baalde, er waren echt ontzettend veel mensen die wel gewoon heel mooi geknipt op straat liepen. In de tijd dat wij echt balen dat wij niet aan het werk kunnen, zijn er toch mensen, co-collega's die dan toch besloten van, ja weet je, ik ga wel gewoon mijn business openen en dan thuis doen. Maar je zegt, ik vind het jammer, maar voor mij is dat zacht uitgedrukt. Weet je, je baalt gewoon omdat je zelf niet werkt, omdat je je aan de regels houdt. En heel veel klanten ook, die denken, die hebben zoiets van, ja, ik begrijp het volledig, man. Je kan me nu niet knippen, want, omdat het gewoon niet mag. Omdat er zelfs een boete op staat. En dan heb je sommige collega's die zeggen van, nou ja, ik kan wel bij jou komen. En dat voelt oneerlijk, dat voelt... Alsof je gewoon niet rekening houdt met elkaar en collegiaal zijn naar anderen toe, ook al werk je niet samen, is heel belangrijk in onze branche. Nou, cool man. Ik ben er blij mee. Jij ja, ook? Ja, zeker. Mooi man. Nou, de corona time. De after corona coupe. Ja man.